Zwolle groeide uit van een middeleeuws handelsstadje tot een welvarend centrum van industrie, kunst en cultuur. In de loop van de eeuwen ontstonden hier tal van kerken met monumentale orgels, die uit het oogpunt van stijl en karakteristieke schepping onvervangbaar zijn. Voor deze uitzending van Op Maat bepalen we ons tot de grote op Sint-Michaelskerk. In 1682 stortte de toren in en het orgel werd erbij grotendeels verwoest. De Zwolse magistraten zochten een orgelbouwer die een aanzienlijk nieuw orgel zou gaan bouwen. De keuze viel op Arp Schnitker, die toen met zijn zoons het grootste orgel van Nederland zou bouwen. Vanavond bespeelt Charles de Wolf dit monumentale orgel. U hoort een toccata van Anton van der Horst en aansluitend enkele composities van Max Reger.